De Vlaamse groep bestaat niet enkel uit jongeren. Ook alle Vlaamse bisschoppen zijn aanwezig. Vandaag vroegen we Patrick Hoogmartens, de bisschop van Hasselt, naar zijn kijk op geloof tijdens de Wereldjongerendagen. Volgens velen is zo'n Wereldjongerendag meemaken een vrij ingrijpende gebeurtenis voor het geloof. Waarom zou dat volgens u dan precies komen? Wel, vele jongeren maken mee dat ze gedurende een week, en de meeste van hen ook in de Vlaamse groep, gedurende 14 dagen in het context van geloof samen zijn met andere, ook zoekende jongeren. Waarbij ook voeding aan het geloof wordt gegeven. En heel wat jongeren ervaren dit ogenblik werkelijk als een ogenblik van genade, waarin ze sterk aanvoelen, hier horen wij dingen die nieuw zijn en vooral die mooi zijn. Wij zouden wel willen gelovig leven, maar thuis in Vlaanderen krijgen we daar soms te weinig voeding in. Hier beleven ze dat je samen met anderen, als je gevoed wordt, dat je dan het mooie van het geloof leert ontdekken. U als bisschop dan, wat is uw rol precies als bisschop op deze Wereldjongerendagen? Wel, de meeste bisschoppen zijn gedurende de eerste dagen of 2 of 3 dagen meegetrokken met kleine groepjes. Ik heb zelf 3 groepen van mijn bisdom bezocht, 3 groepen van telkens 50 personen, waar ik een dag ben bij geweest. En dan hier geef ik 1 van de 3 catecheses, waarin ook opnieuw een beetje het geloof wordt uitgelegd. En loopt dat contact met jongeren dan vlot? Ik vind dat het eigenlijk zeer makkelijk is om met deze jongeren in contact te komen. Zij verlangen ook met anderen te spreken over het geloof. En ook als bisschop ben je hier zijn mensen blij dat er een bisschop bij is en dat ze af en toe ook namens de kerk een woord van geloof en van ondersteuning mogen beleven. En wat is het hoogtepunt volgens u van deze Wereldjongerendagen? Ja, dus we zijn nog niet helemaal aan het einde. Sommigen denken dat het hoogtepunt is de avondwaken. Ik vind dat de liturgieën van de voormiddag ook hoogtepunten zijn. Omdat je daar telkens ervaart hoe de Eucharistie, hoe het geloof mensen samenbrengt. Daarnet werd er gebiecht. Is biechten eigenlijk voor jongeren van deze tijd? Het is voor velen van hen een werkelijk ogenblik van grote vreugde. Omdat ze voelen, we zijn allemaal maar kleine mensen met beperktheid, met zondigheid ook. Dit kunnen loslaten, dit kunnen achter je laten en je voor de toekomst concentreren op het goede dat in je zit. En zodat je kan leven vanuit de genade van God. Dat is voor velen een bevrijdend moment. De Wereldjongerendagen worden nu voor de 26e maal georganiseerd. Merkt u een verandering in de loop van de tijd? Ja, dus de allereerste Wereldjongerendagen waren kleinschalig. Daarnaast zijn ze mede door de figuur van Johannes Paulus II zeer sterk uitgegroeid. In Vlaanderen zie ik dat er groei is wat betreft de Wereldjongerendagen. De eerste, zoals in Compostella ook, maar ook de allereerste in Rome, waren nauwelijks of geen Vlamingen aanwezig. En nu zijn we met 600. Dus ik zie groei in Vlaanderen en ik zie ook een meer accent op de kern van het geloof. Niet het festival, maar het geloof zelf dat mensen samenbrengt. Welke waarde van het geloof vindt u hier terug op deze Wereldjongerendagen? Wel, de Wereldjongerendagen zijn een initiatief door Johannes Paulus in de tijd genomen. Met de bedoeling om, denk ik, aan de wereld en aan de jonge mensen te tonen dat de kerk universeel is, over de wereld gespreid is. Tonen aan jongeren voor elkaar dat zij niet overal geïsoleerd kleine groepjes van jongeren of van gelovigen zijn, maar dat er een universaliteit is van de kerk.